Windsnelheden van meer dan 100 km per uur in Brabant. Storm Eunice ontregelt onze provincie. Dat begon in de loop van de middag. Het is op sommige plekken ronduit onstuimig. Met name in het westen van de provincie. De laatste uren vallen vrachtwagens achter elkaar om op de Moerdijkbrug. Het is een gevaarlijke situatie. De A16 van Rotterdam naar Breda is daarom dicht. En bij de Moerdijkbrug is verslaggever Jan Walen. Ja, Jan, hoe is de situatie daar nu? Ja, het waait hier echt nog ontzettend hard. Zo hard dat wij nou eigenlijk uit de wind moeten gaan staan hier bij een omgevallen vrachtwagen. Die is hier een uur of anderhalf geleden omgevallen. De chauffeur die staat er nu nog bij, een Tsjechische chauffeur. Het gaat goed met hem, vertelde hij me net. Maar die staat hier een beetje nu hulpeloos te wachten. Het is één van de vrachtwagens die zijn omgegaan. Daar achter me zijn er ook twee of drie omgegaan. Eén ligt er dwars op de weg. Het verkeer vanuit Rotterdam richting Brabant, dat is inmiddels stil komen te liggen. Dat kan gewoon niet verder. Het verkeer van Breda richting Rotterdam, dat gaat zoals je hier ziet stapvoets wel verder. Stapvoets, want dat moet in deze wind. De bergingsbedrijven hebben het hier heel erg druk. En dat was al aan het begin van de dag. En ze waren hier telkens heel snel. En dat is niet voor niks, want er stonden hier gewoon bergers aan weerszijden van de brug te wachten totdat er iets zou gebeuren. Zeg maar, waarom staat u hier nou? Nou, om ervoor te zorgen dat eventueel als er wat gebeurt, dat we de doorstroming kunnen garanderen. Ja, dan bent u er snel bij. Dat klopt, dat klopt. Dat is de reden. Dat is de reden. Kunt u het een beetje recht houden? Ja, het is vrij moeilijk, want je krijgt allemaal van die windstoten. En dan moet je op je hoede zijn om de auto in ieder geval tussen de lijntjes te houden. Voelt u het echt? Ja, je voelt het zeker. Ja, absoluut. Het is levensgevaarlijk. Dus ja. pas goed op allemaal. We zijn nog niet omgevallen, dus voorlopig gaat het nog wel. Ja. Ben je net over de Moerdijkbrug gegaan? Ja, er was een vrachtwagen omgegaan. Ja. En gingen jullie auto niet heen en weer? Absoluut, ja. Maar gewoon met z'n allen aan de goede kant zitten, dan komt het helemaal goed. Maar je maakt je geen zorgen? Nee, rustig rijden. Het kan gevaarlijk zijn. Een harde windvlaag kan voldoende zijn, hè? En die zijn er nu genoeg. Nou loopt het vast, er is iets gebeurd. Misschien moet u er wel naartoe. Wie weet. Gaan we naar Dongen. Daar is door de storm het dak van een blok huizen gewaaid. 10 huizen zijn ontruimd. Verslaggever Ilse Schoenmakers, hoe is de situatie daar? Ja, je ziet het dak ligt er volledig vanaf. Er zijn inderdaad mensen die zijn ontruimd, ze zijn uit hun woning gegaan. Hier her en daar staan mensen te wachten en te kijken wanneer ze weer iets mogen of naar binnen mogen. Nou, het dak ligt er dus vanaf en dat is niet het dak van maar één huis. Het dak komt van meerdere woningen af. Het is eigenlijk een soort zeil. Daaronder liggen blokken schuim en er zitten ook stukken hout aan. Dat is vanuit meerdere woningen eigenlijk eraf gerukt en uiteindelijk hier op de grond terechtgekomen. Eerder vlogen er nog wat stukken rond, maar inmiddels is de brandweer hier aanwezig. Is er een container gebracht en zo langzamerhand gaat het dak afgebroken worden en opgeruimd worden. Mijn dochter belde op, ik was op het werk en ze meldde: mam, het dak ligt er helemaal af, het is een beetje donker in huis. En toen dacht ik, oh, dat is niet goed, dus hup naar huis en nou, dat was het dus, wat ik hier aantrof. Ja, hoe is het om een huis zo te zien? Ja, niet fijn. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik lag ermee, maar dat is niet fijn. Maar gelukkig zijn we zelf ongedeerd en dat is eigenlijk het belangrijkste, vind ik. Ja, wat trof u aan toen u hier aankwam uit de werk? Er was een puinhoop, want niemand wist goed wat te doen. Er kwamen witte vierkante stukken van de daken afgewaaid. Dus auto's en mensen die er langs reden en keken, die waren niet in paniek of zo. Maar we moesten wel even goed de spulletjes opruimen en even kijken wat er gebeurde. Ja, Ilse, is duidelijk dat mensen die daar wonen niet terug naar huis kunnen. Waar gaan die bewoners nu heen? Ja, ik noemde net al even, er staan die mensen nog te wachten. Zij willen natuurlijk wel wat spullen mee kunnen nemen voordat ze weggaan. Waarschijnlijk kan dat over een aantal uur als het dus iets of wat opgeruimd is. Die mensen kunnen hier vanavond niet overnachten. Ze slapen bij familie of vrienden. Ilse Schoenmakers in Dongen, dankjewel.
Door de storm zijn bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd en Albert Heijn gestopt met boodschappen rondbrengen. De KNVB heeft alle wedstrijden voor vanavond afgelast. En er gebeurde meer. In Boekel raakte een vrouw zwaar gewond toen ze tijdens een wandeling terechtkwam onder een omvallende boom. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. En bizarre beelden uit Veldhoven. Daar kwam een man onder een boom terecht. Hij werd geraakt door een tak, maar raakte niet gewond. En in Den Bosch viel deze enorme boom op een appartementencomplex. De schepen op het Hollands Diep bij Willemstad trotseerden de golven dapper. En op Eindhoven Airport zijn 4 vluchten geannuleerd. Reizigers waren niet onder de indruk van de landing. Een goede piloot, weinig last van de landing gehad. Ja. Wat merk je van de storm? Niks. Eigenlijk niks. Hele fijne vlucht gehad. Ja. Ja. En op het einde ook niet met landen dat het op en neer ging? Nee, helemaal niks. Nee. Nee. Ah, bijzonder, had je het verwacht? Nee, eigenlijk ook niet. Ik was wel een beetje bang in het begin, maar het is gewoon goed gegaan. Vanuit de West Point Toren in Tilburg zit Arnold Verplanken eerste klas om Eunice te volgen. Nee, je hoort dit geluid. Het giert door de ramen, het fluit door de kieren van de ramen. Wat je ook merkt is dat het gebouw, het moet natuurlijk bewegen, hè, anders klapt de boel. En dat het gebouw een klein beetje beweegt onder je voeten. En dat betekent dat je als je ontspant, dat je vanzelf een beetje gaat corrigeren tegen, ja, je evenwichtsorgaan doet dat, hè, dat je toch recht blijft staan. Maar dat komt maar zelden voor hoor. En vanmiddag na 2 uur reden er geen treinen meer. Te onveilig, vond de NS. Om de studenten op tijd voor de storm thuis te hebben, sloten de scholen ook eerder hun deuren. Bij Fontes in Eindhoven werd het terras opgeruimd en de tuinstoelen naar binnen gebracht. De lessen stopten eerder. Veel studenten hadden al besloten om vandaag maar thuis te blijven. Ja, het was heel erg leeg. Heel veel mensen volgen het nu online in plaats van op locatie. Ja, volgens mij waren ook heel veel mensen gewoon niet gekomen. Dus. Nee. Nee. Hey, wat vind je van alles dicht nu? Ja, het moet wel, hè. Ja, als die treinen niet kunnen gaan, dan zitten we hier straks allemaal vast. Dat is ook niet handig. Ik moet richting Venlo. Dus die trein mag je niet missen. Nee, dan sta ik hier nog even te kijken. Helaas lukt het niet iedereen om thuis te komen. Sommige reizigers dachten dat je tot 2 uur gewoon in kon stappen. Maar klokslag 2 uur werd er niet meer gereden. Dus I'm going to Amsterdam. Yeah. So you know, I'll just be looking for a different way to go there. Succes. Thanks. Terug naar verslaggever Jan Walen op de Moerdijkbrug. Ja, Jan, hoe gaan we de avond en de nacht in? Wat kunnen we nog verwachten? Nou, de wind is hier echt nog niet weg en dat merk ik aan den lijve. En wat ze hier nu aan het doen zijn, je ziet het nou net niet meer. Maar hier achter op de snelweg, er stond hier een vrachtwagen dwars. En die hebben ze recht kunnen zetten, maar die is veel te licht. Dus daar rijden nou 2 vrachtwagens links langs met heel veel zand erin. En die houden die lichte wagen uit de wind. En zo kan die dan heel langzaam hier de brug afrijden. Want het waait hier nog heel hard en het blijft ook nog heel hard waaien tot zeker 8 uur. En dan zal de wind langzaam gaan liggen. Maar tot die tijd is het oppassen geblazen. En er is een NL-alert uitgegaan dat zegt dat mensen eigenlijk veel beter binnen kunnen blijven. En ik snap hier wel waarom. Jan Walen, dankjewel.